Welkom allemaal. Ik kreeg voor vandaag ook nog door dat ik een tweelingenreading moest doen. Fijn dat je er weer bij bent. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Ik heb eerlijk gezegd nog last van ascensiepijnen, vooral in de nek en in de rug. Dus ik heb ook nog het een en ander te helen, moet ik eerlijk bekennen. Ik ben aan het kijken naar mijn decks, welke ik als eerste ga gebruiken voor deze tweelingenreading. Het Animal Deck, daar moet ik mee beginnen. Spirit, Animal Deck, Angels, Archangels, Spirit Guide, Ancestors. Wat moeten wij weten over de vrouwelijke tweelingziel? Wat is de energie van de vrouwelijke tweelingziel? Is de energie van de vrouwelijke tweelingziel. Ik zag de dolfijn spirit voorbij komen. Ik weet niet of die er ook uit gaat komen, maar ik zag de dolfijn spirit in ieder geval voorbij komen. Twee kaarten voor de vrouwelijke tweelingziel. De kraai. Nummer 8, je bent aan het samenwerken met spirit, dus dat is heel goed. En je hebt de mot spirit. Nummer 39, maakt 12, dat maakt nummer 3. Geef jezelf over. Dus werk samen met spirit. En laat het los. Go with the flow. Surrender. Geef jezelf over. Dat zijn de twee kaarten voor de vrouwelijke tweelingziel. Wat is de energie voor de mannelijke tweelingziel? Energie voor de mannelijke tweelingziel. Ik voelde dat er nog één uit moest komen. Daar dat ik bleef doorshuffelen. Even kijken. Je hebt de flamingo. Nummer 8 bij elkaar. Nou, 8 ligt hier ook voor die vrouwelijke tweelingziel. Omarm dat wat er tussenin zit. Dan hebben we, deed ik al als tweede eruit, de Deer Spirit, nummer 9. Dus je gaat van 8 naar 9. En hier staat op van, wees zachtaardig, benader met zachtheid. Nou ja, dat begrijp ik wel, want er is een hoop kapot gemaakt, pijn gedaan door de mannelijke tweelingziel. Dus die moet nu op een zachte manier de vrouwelijke tweelingziel benaderen. En dan hebben we nummer 58. Maak 13, maak 4. Dus omarm dat wat er tussen jullie is gekomen. Dus vergeef elkaar. Een zachte benadering voor stabiliteit. Vierde stabiliteit. En neem de leiding. Dus de mannelijke tweelingziel wordt opgeroepen om de leiding te gaan nemen. Dat is al die tijd niet gebeurd. Dus de vrouwelijke tweelingziel, door wie wordt zij bijgestaan? Want er staat co-create with spirit. Op dit moment, door wie wordt de vrouwelijke tweelingziel gesteund? Door wie wordt de vrouwelijke tweelingziel gesteund? Ja. Dat zijn drie personen. Maria Magdalena. Omdat zij moet gaan leren dat jij een teacher bent. Een lerares. Jij hebt namelijk heel veel belangrijke zaken die je moet gaan delen. Je moet je intuïtie gaan volgen en niets of niemand mag jou stoppen. Je wordt ook gesteund door
Deze meneer, ik wil het niet uitspreken. Jouw ziel wordt uitgebreid. Jouw bewustzijn wordt vergroot. Jij begrijpt de connecties tussen alles. En daardoor kan je daar ook goed over praten en dat delen als teacher. En we hebben Hilario. Veel groen zie ik. Groen, dus hartchakra. Bij deze blauw, keelchakra, communicatie. Wees dankbaar voor je gevoeligheid. Trek je terug. Ga helen. En ga je energie opladen. Jouw licht kan een steun zijn voor anderen. Heel mooi. En wie helpt de mannelijke tweelingziel op dit moment? Wie helpt de mannelijke tweelingziel op dit moment? Ik voel dat het er maar één is. Dat is Lady Portia, paars. Divine Order. Dus het moet gaan zoals de divine, zoals het goddelijke, zoals het universum het voorziet. Doe wat goed voelt. Belangrijkste lessen gaan zich ontvouwen. Dan wil ik graag met de tarot wil ik graag wat verduidelijking bij de vrouwelijke tweelingziel. Wat samenwerken met spirit, oké, dat begrijp ik. Maar surrender now, kunnen jullie dat nog uitleggen? Verder uitleggen dat die overgave, dat helemaal. Nou, ik krijg als onderliggende kaart de Fool, dus je moet de stap durven zetten om er helemaal voor te gaan, om helemaal met spirit samen te werken, om er volste vertrouwen in te hebben. Wat nog meer? Surrender now. Wat moeten wij weten met surrender now? Je hebt judgment. Jij krijgt duidelijk door wat je moet doen. Wat van je verwacht wordt. Dit was de tweede kaart. Je staat in je kracht. Je bent vurig. Je bent één met het universum. En ook de sterkaart. Je brengt heling. Je brengt healing. Je brengt heel veel liefde. Dat is nodig op dit moment. Maar ook in het Aquarius tijdperk is dat nodig van jullie. Als missie. Dat is voor de vrouwelijke tweelingziel. De mannelijke tweelingziel. Waar moet je de leiding overnemen? Waar moet je de leiding overnemen? Dit was nummer 1. En nummer 2. En nummer 3. Je moet een aanbod gaan doen aan de vrouwelijke tweelingziel. Je moet stabiel. Stabiliteit, je moet evenwichtig zijn, je moet warm, liefdevol zijn naar de vrouwelijke tweelingziel toe. Niet meer afwijzen. Ook niet alles wat je doorkrijgt intuïtief vanuit spirit moet jij niet meer gaan afwijzen. Alleen dan kan er stabiliteit en evenwicht komen in deze connectie. En het lijkt erop dat jij dat nog altijd niet doorziet. Kijk, jij bent nog altijd weerstand aan het geven. Maar als je dit niet laat doen, dan
weerstand tegen je spiritualiteit. Misschien heb je wel een ander geloof, waardoor je weerstand biedt, mannelijke tweelingziel. Als je niet opkomt, dan mis je de boot. Jij vindt het nog altijd fijn om in die lage vibratie te blijven zitten. Dit is, hebt deze cup en je wilt van alle andere cups blijven drinken. Jij vindt het heel fijn om in die lage vibratie van verboden vruchten van andere dames of heren te snoepen. Jij zit nog altijd in die player modus. En het wordt tijd dat jij voor je tweelingen een zielpad gaat. Maar jij staat daar nog altijd niet voor open. Jij blokkeert dat wat je voelt, je intuïtie, en jij wilt het nog altijd niet doorzien. Oké, dat gaat niet makkelijk worden. Deze. Wat is het advies voor de vrouwelijke tweelingziel? Deze het advies voor de vrouwelijke tweelingziel. Ik vind het heel frappant, maar de kaart valt op zijn kop bij de mannelijke tweelingziel. Dat betekent dat de vrouwelijke tweelingziel dat wel heeft en de mannelijke nog niet. I begin my day with love. Dus de vrouwelijke tweelingziel begint haar dag met liefde. Liefde, dankbaarheid, meditatie. En de mannelijke tweelingziel heeft dat niet, omdat hij nog altijd in die lage energie vibreert. Dus dat, ja, is heel jammer. Wat is het advies voor de mannelijke tweelingziel? Het advies voor de mannelijke tweelingziel. My relationships are assignments for optimal growth and healing. Mijn relaties zijn opdrachten voor optimale groei en healing. En dan, daar moet jij voor openstaan. Dat moet jij gaan doorzien. Komt het nog goed met deze mannelijke tweelingziel? Ik laat je zien wat je kunt vertrouwen. Dat is wat de vrouwelijke tweelingziel aan de mannelijke tweelingziel vertelt. Zij laat zien wat het licht is. Dat ze vertrouwen heeft. Maar jij, mannelijke tweelingziel, moet een keuze maken met de twee. Jij moet echt vandaag of morgen die keuze gaan maken. Ga jij voor jouw opdracht of ga je niet voor jouw opdracht? Dus aan jou vandaag de taak of aan morgen de taak om ervoor te gaan. Om in union te komen. Zo niet, dan gaat de vrouwelijke tweelingziel verder. Die staat natuurlijk niet stil, maar dan wel zonder jou. En zij beseft dat, vandaar dat ze ook heel veel heeft gedaan en nog steeds bezig is om jou te laten doen vertrouwen. Maar het is natuurlijk uiteindelijk de vrije keuze aan de mannelijke tweelingziel om er wel of niet voor te gaan. Nog ander advies voor de mannelijke tweelingziel? Ja, die mannelijke tweelingziel die zit nog altijd in deze energie, nummer 11. Verworpen, in de war en verlaten. Daar moet je uit zien te raken. En de vrouwelijke energie is afhankelijk en vrij. Onafhankelijk, ik zeg het verkeerd, onafhankelijk en vrij.
die is al helemaal los. We hebben eigenlijk al een heel poosje lang gezien dat die vrouwelijke tweelingziel haar werk heeft gedaan. Er klaar voor is. Ze voelt die lage vibratie van de mannelijke tweelingziel. En ze probeert door iedere moment dat ze heeft die liefde naar de ander te sturen. Maar ja, je zag het al, deze kwam op zijn kop eruit. En ze laat van alles zien om hem over de streep te trekken. Maar het is nou uiteindelijk wel zijn keuze. En de tijd is op. Hij moet een keuze gaan maken. Vandaag of morgen. De twee keuzes maken. En anders gaat zij alleen verder op het pad. Wat kan de mannelijke tweelingziel nog doen? Wat kan de mannelijke tweelingziel nog doen? Wat kan de mannelijke tweelingziel nog doen? Dat is een hele hoop. Even kijken hoor. De liefde die hij voelt voor haar erkennen. Er niet meer van weglopen. Dan gaat er namelijk een wereld voor hem open. En dan gaat hij de oude cyclus gaat hij kunnen sluiten. Dan kan hij iets nieuws beginnen. Dan de liefde schenken aan haar. Haar erkennen door die liefde voor haar. Door haar te vertellen dat er gevoelens zijn, want dat heeft hij nog altijd niet gedaan. Gaat hij haar erkennen als een sterke, onafhankelijke, maar vooral als zijn tweeling, vrouwelijke tweelingziel. Haar erkennen voor wat ze is, waar ze voor staat. Eraan werken. En dan kunnen jullie uiteindelijk samen gaan manifesteren. Maar de kern ligt nog altijd in het feit, hij moet zijn liefde, hij moet openstaan voor de liefde die hij voelt voor haar. Dan dit ook tegen haar vertellen. Haar erkennen als zijn vrouwelijke tweelingziel. Aan deze connectie werken en dan samen manifesteren. Dat is wat de mannelijke tweelingziel nog moet gaan doen. Dus ja, het is afwachten. Wat gaat de mannelijke tweelingziel doen? De vrouwelijke tweelingziel heeft gedaan wat ze kan. En nu is het wachten op de keuze die hij gaat maken. Bedankt voor het kijken. Je mag dit delen. Je mag het liken. Je mag ook berichtjes achterlaten. Je mag, als je dit niet meer wil missen, mag je een van onze familie worden. Dus je gaan abonneren, zodat je ook in deze energie van mij zit, waardoor de readings ook beter met je gaan resoneren. En wat ik zeg, je hoeft dan niks meer te missen. Ik wil jullie weer allemaal bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Heel veel liefde en licht. Namaste.